Aanstaande zondag speelt PEC Zwolle uit in Amsterdam tegen Ajax. Op de slotdag van de transfermarkt trokken de Amsterdammers Zwolle-keeper Diederik Boer aan als tweede keeper. Ajax-PEC Zwolle is voor Diederik Boer speciaal, maar lang omcirkeld in zijn agenda stond deze wedstrijd niet. Ik wist pas 3 weken geleden dus dat wij 5 oktober tegen Zwolle moesten. Dus ja, wat dat betreft een leuke wedstrijd voor mij. Spreken nog mensen vanuit Zwolle? Ja, ja zeker. Nog wekelijks contact met de kaartgroep. Dus met de jongens zoals Bram en Stef en dat soort jongens. Ja, en Joost. Ja, daar heb ik nog gewoon geregeld contact mee. Ja. Hoe gaat het dan met elkaar over deze wedstrijd? Ja, ik moet zeggen, over deze wedstrijd hebben we nog niet heel veel contact gehad hoor. Ik heb van de week even contact gehad met Joost toen ik in Cyprus zat, met zijn oude club. Dus over deze wedstrijd hebben we nog helemaal niet gesproken. En ik denk, die verwachten niet dat dat nog gaat gebeuren. Ajax-PEC Zwolle gaat tussen de nummer 2 en de nummer 3. Na de winst van PEC Zwolle op PSV is dit weer een nieuw meetmoment voor de ploeg van Ron Jans. Ja, elke wedstrijd is een meetpunt. En als je nu kijkt, blijf je mede koploper in de Eredivisie of val je wat terug? Maar deze wedstrijd, er is wel wat meer aan de hand rondom deze wedstrijd, denk ik. Omdat de afgelopen 2 wedstrijden van Ajax tegen PEC Zwolle, die spelen toch ook weer mee als je voorbeschouwt op deze Ajax-PEC Zwolle. Je hebt al 2 voetballende ploegen, alleen zal Zwolle denk ik wat meer in gaan zakken. Net zoals tegen de Union Kruisschaal en vanuit de compacte situatie druk gaan zetten. Tenminste, dat denk ik. Dus ik denk dat in de eerste fase zal het aftasten worden. Dus ik verwacht niet echt een hele open wedstrijd, nee. Eigenlijk verwachten wij dat het weer zo'n wedstrijd wordt. Waarin wij, als je het hebt over een meetpunt, kunnen laten zien dat wij gewoon een heel hoog niveau kunnen halen. En het mooie is dat in wedstrijden tegen grote ploegen, 2 keer Ajax, PSV, Sparta Praag thuis, dan is het niveau van PEC Zwolle ook heel hoog. Het mooie van de Johan Cruijffschaal was eigenlijk dat in een uitwedstrijd tegen een Ajax wat uit was op revanche, ja, dat we toch de boel heel goed bij Ajax hebben kunnen ontregelen en verdiend hebben gewonnen. En ja, dan ben je wel heel benieuwd van hoe dat zondag ook weer is. En ik denk in ieder geval dat op basis van onze competitiestart en de vorige wedstrijden, dat wij er met veel vertrouwen naartoe gaan. Diederik Boer, die de opmars van PEC Zwolle van dichtbij heeft meegemaakt, zit nu bij een van de grotere clubs van Nederland. Maar wat is nou precies het verschil tussen PEC Zwolle en Ajax? Het trainingsniveau, het gaat allemaal wat sneller. De ballen worden harder ingepaast, ingespeeld. Het afwerken gaat allemaal veel scherper. Het is allemaal zijnetjes werk en dat soort dingen allemaal. Dus dat niveau ligt wel iets hoger dan bij Zwolle. Alleen ik vind dat Zwolle ook een zeer behoorlijk niveau nastreeft. En dat ook wel heeft laten zien dat het qua voetbal ook een heel behoorlijk niveau heeft. Alleen ik denk dat dit in alle gelederen van het profvoetbal net even een stapje hoger is. Maar dat is ook helemaal niet erg. Zwolle is vanuit de Super League in de Eredivisie en heeft enorme stappen gemaakt. Maar die zullen in de toekomst ook nog de nodige stappen gaan maken. Daar ben ik van overtuigd. Ron Jans kijkt in ieder geval uit naar het weerzien met Diederik Boer aanstaande zondag om 16:45. Ik dacht van de week nog even in de Champions League, want Cillessen had rood kunnen krijgen van... Ja, wat zou Diederik nu denken op het moment dat die overtreding komt? Want ik denk dat de meeste scheidsrechters rood hadden gegeven van... Oh, ik moet er nu in. En ja, dan zou Cillessen geschorst zijn en dan gaat hij in Barcelona spelen. Dat zou geweldig voor Diederik zijn. Ja, nou ja, kijk, ik vond het ook geen rode kaart. Die bal ging naar de cornervlag, dus ik denk ook niet dat er een... Maar ja, je weet het niet. Er zijn scheidsrechters die hem wel geven. Dus mijn hartslag ging wel iets omhoog op dat moment, ja.